Goedendag. April begon winters. Kijk eens naar dit plaatje. Sneeuw, er kon gesleed worden. De grote vraag is natuurlijk: blijft april zo winters of komt er toch weer zacht lente weer onze kant op? In de 30 dagen gaan we daar naar kijken. En ik begin met de weerkaart, zoals die er maandagochtend bij staat volgens het Amerikaans model, maar dat lijkt heel erg ook op het Europees model. We zien op dat moment een hoog drukgebied boven de Atlantische Oceaan en een noordwestelijke stroming waarin toch wel diverse storingen worden aangevoerd. En maandag zal er dan ook weer een actieve storing gaan passeren en voor flink wat regen zorgen. Ik zet de animatie in beweging en dan zien we dat het hoge drukgebied geleidelijk kan naar het zuiden wegtrekt en dat er ja, toch echt wel een wat meer westelijke stroming op gang komt met diverse storingen. En die storingen die gaan voor een wisselvallig weerbeeld zorgen de eerste week van april en misschien ook nog wel in de tweede week van april, want zoals het er nu naar uitziet, houdt die weststroming het wel eventjes vol. We kunnen dat ook heel mooi zien aan deze kaart. Het is de luchtdrukafwijking die verwacht wordt voor de periode 4 tot en met 11 april. De blauwe tinten ten noorden van Nederland, dat betekent lage druk. En dan weet u het wel, lage druk in het noorden en hoge druk in het zuiden. Een overwegend westcirculatie met storingen. En dat brengt wisselvallig weer met zich mee. En ook vrij nat weer. We zien zelfs een afwijking in de neerslag dat het wat natter gaat worden dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. En eigenlijk mag dat natuurlijk. Natuurlijk ook wel, want we hebben een zeer droge periode achter ons. Die eerste week dus van april: nattigheid en wisselvallig weer. Dat is vrij duidelijk. De temperaturen daarbij die zullen niet al te veel afwijken ten opzichte van wat gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. We zien nog wel wat kou, wat meer Europa in. En Nederland ligt net in het gebied dat er eigenlijk geen afwijking van betekenis is. Overigens, wat heel erg opvalt, dat is het warme weer in het oosten van Europa. Daar zijn de temperaturen hoog in deze periode. Dan maken we een sprongetje en dan gaan we naar de luchtdrukafwijking van 11 tot en met 18 april. En dan zien we nog steeds wel het blauw ten noorden van Nederland. Nederland ligt zelf ook een beetje in dat blauwe gebied. Dus nog steeds wat lagere druk dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. En dat betekent dan ook wel dat waarschijnlijk dat wisselvallige weer in deze week ook nog wel enigszins dominant is. Qua temperatuur verandert er weinig, we zien nog steeds die afwijking rond normaal. Nou, misschien dat het zelfs ietsje zachter gaat worden in Nederland, maar dat zijn echt kleine afwijkingen, nauwelijks merkbaar als je dat vergelijkt met normale temperaturen. Wat verder nog opvalt is dat ook deze week toch wel wat natter kan gaan verlopen dan gebruikelijk. Nou, dat past natuurlijk helemaal in dat wisselvallige weerbeeld wat we in de eerste helft van april verwachten. En dan gaan we nog een stapje verder, dan komen we uit zo'n beetje eind april. En dan zien we niet echt meer een afwijking van betekenis in het luchtdrukpatroon. We zien zelfs wat licht roos ten noorden van ons en dat neigt naar meer hoge druk ten noorden. En over het algemeen betekent dat dat het wat rustiger weer gaat worden. En op de neerslagkaarten zie ik dan ook geen afwijking van betekenis meer. Qua temperatuur verandert er niet zo heel veel. Ik heb ook weer even de staafjes erbij gepakt. Ik heb u dat wel vaker laten zien. Dit is van het Europees model. De verwachting voor de weerscenario's die mogelijk zijn. Je moet het zo zien dat de lange termijn verwachting... eigenlijk ook een pluimverwachting is. We hebben een 15-daagse pluimverwachting. Maar één of twee keer in de week... wordt die pluim eigenlijk helemaal opgerekt tot ruim 40 dagen. En dan kan je dit soort schema's maken. En wat er dan opvalt is dat er in het begin veel paars te zien is. Dat is eigenlijk de periode waarin we nu zitten. En dit is een weerpatroon dat noemen we een Atlantic Ridge. Dan is er een hoge drukgebied aanwezig boven de Atlantische Oceaan en dat zorgt dan vaak voor een wat meer noordwestelijke stroming met koudere lucht in deze tijd van het jaar. Nou, dat hebben we ook wel gemerkt, maar dat gaat veranderen, want we zien het groen opduiken zo rond 11 april. En wat betekent dat? Dat betekent dat de drukverdeling langzaam maar zeker ja, gaat wijzigen. De luchtdrukafwijking, het is een NAO-min-patroon, wil zeggen dat boven de Atlantische Oceaan, juist in het noorden, de druk wat hoger gaat worden en in het zuiden de luchtdruk wat lager. En dat is vaak een voorteken voor een blokkadesituatie. En een blokkadesituatie, dat betekent over het algemeen rustig weer in onze omgeving met echt hoge druk ten noorden van ons en lage druk ten zuiden van ons. En dat zien we ook terug in de kleuren, want rood geeft aan dat we naar een blokkade gaan. Ik zeg daar wel direct bij dat het nog niet heel overtuigend is, want we zien ook het paars, we zien het groen en het blauw. Het kan eigenlijk alle kanten op. En daarom is die tweede helft van april nog best wel onzeker. Neemt niet weg dat de voorkeur wel voor een hoge drugsituatie ten noorden van ons is. Met andere woorden, rustiger weer bij ons. Wat meer de wind uit oostelijke richtingen misschien. En dus ook duidelijk wat droger weer. Maar nogmaals, het is wel onzeker, want dat zagen we aan die vier verschillende kleuren die alle vier toch vrij dominant waren. Samengevat kunnen we zeggen, voorlopig wisselvallig weer de eerste twee weken van april. Natuurlijk zijn er ook wel mooiere momenten, maar hou er maar rekening mee dat er toch van tijd tot tijd flink wat neerslag gaat vallen. Halverwege april zien we de onzekerheid in de verwachting heel duidelijk toenemen. Zijn er meerdere opties mogelijk, maar het scenario wat het meest voorkomt, dat is toch wel het drogere weer. En misschien ook wel wat oplopende temperaturen. Dus vandaar de voorkeur voor droger weer. Nog een fijne dag.